Welkom bij deze nieuwe Microsoft Teams tip. Mijn naam is Ralf Hillebrand en ik wil het vandaag even kort hebben over de handopstekenfunctie die sinds kort is toegevoegd in Microsoft Teams. Je ziet nu als je de werkbalk krijgt dat die wat uitgebreid is, namelijk met het symbooltje handopsteken, oftewel raise hand, wat ongelooflijk handig kan zijn op het moment dat je lesgeeft of een online vergadering hebt en mensen een vraag willen stellen. Wordt dit toch wat persoonlijker dan alleen maar via de chat en je kan mensen op die manier makkelijk het woord geven. Je zal zien op het moment dat iemand zijn hand opsteekt, dit zowel in het beeld verschijnt, op het moment dat die persoon in beeld is, maar ook automatisch bij het personenvenster, het deelnemersvenster, getoond gaat worden. Er komt er eentje bij te staan en op dat moment kan ik ook makkelijk zien wie zijn hand heeft opgestoken. Het is dus niet nodig om de personenvenster altijd maar open te hebben staan. Je zal zien dat dat eentje gewoon verschijnt op het moment dat iemand zijn hand opsteekt. Nou, op deze manier kan je de lessen weer op een wat andere manier structureren en vormgeven. Het is een mooie toevoeging in Microsoft Teams.